Dit was Dries vorig jaar. And sorry, we can't continue in Dutch, I'm afraid. But there will be a word you might recognize, and it's not Mankini. So this was Dries vorig jaar. En ik was heel blij dat hij dit jaar weer was. We hadden vroeger Drupal Jam. Wie was bij de eerste Drupal Jam? Daar kunnen niet meer handen dan 20 of 30 omhoog gaan. Iets in die orde was het gele. Het was een tentje bij een oever en dat was eigenlijk ook Drupal. Het is de oudste, op Drupalcon na, het oudste Drupalcongres in de wereld. En het waren 20 pizza's en 30 mensen en een ruzie dus. In een basement bij Roy in Mediapark. En ik ben heel erg trots dat het gekomen is op een plek waar we nu hier zijn. Een geweldige entourage. Ik moet echt zeggen, hulde voor de fabriek. Als jullie niet applaudisseren, doe ik het. Dank je wel. Echt. Ik vond het echt geweldig. 20 pizza's kan je kopen vanuit je broekzak. Als je tenminste een beetje dikkere broekzak hebt. Dit kan je niet meer uit je broekzak doen. Totale budget wat nodig was om dit allemaal te mogelijk te maken. De drank, de bitterballen. There is the word that I was mentioning, Bruce. Where is Bruce? Bitterballen. There you go. €32.000 is het totale budget wat nodig was om dit allemaal te organiseren. Elk jaar zeggen wij tegen de Stichting Drupal Nederland, die de houder is van dit evenement, we gaan verlies maken. Het gaat ons niet lukken om winst te maken, we gaan echt verlies maken. Tot 2-3 weken geleden stonden we nog op dat punt. Helaas is het ons weer gelukt om winst te maken, €2.000. Het geld is opgebouwd op de volgende manier. 35% komt uit het ticket, dus jullie €42. Geen toevallig bedrag. Sommigen hebben community tickets gekocht. Hulde, wie heeft community tickets gekocht? Kijk, dat zijn de echte helden. Dank jullie wel. En de sponsoren natuurlijk, want die hebben 65% van het totale budget bij elkaar gedaan. Nou, dat geld dat over is, dat is niet over, want we zijn een stichting. Dus het gaat in andere dingen, zoals Drupal Training Day. Vorig jaar 250 studenten die opgeleid worden gratis in Drupal. Wat echt een geweldig iets is voor zowel voor de gemeenschap als voor de commercie en het hele ecosysteem. We hebben de Splash Awards, een beetje een WC-eend award van Drupal. Geef Drupal Awards weg, maar wel heel leuk. En ga vooral inzenden. En we hebben volgend jaar weer een Drupal Jam te doen en dat moet weer betaald worden. En upfront is wel handig als we dan wat cash hebben. Er komt volledige transparantie. Ook vorig jaar hebben we de complete uitgaven online gebracht en dat zullen we dit jaar ook weer doen. Making of. Er was een team wat bij elkaar kwam. 4 mannen en een vrouw. En we hebben 40 weken lopen skypen. We hadden ook hangout kunnen doen, maar wij zitten nog aan een skype. 40 weken lopen skypen. We hebben 5 locaties bezocht. En daar zijn we wel trots op dat we deze hebben mogen kiezen. We hebben 200 bitterballen gegeten. Daar zijn we echt dol op. Dat is echt goed. Dat komt straks ook goed. Als jullie mij een beetje kennen, 30 natte zoenen uitgedeeld. Dat is ook wat we doen. Maar vooral, we hebben heel veel lol gemaakt. En dat is echt allerbelangrijkste. Ik hoop dat dat afstraalde op het evenement. Wij vonden het leuk om dit voor jullie te mogen organiseren. Maar wij zijn maar een heel klein onderdeel. Als je feedback hebt, geef dan druppeljam@stichting.nl. En dit is mijn handschrift. Ik word later apotheker of arts, als ik groot ben. Maar we doen het echt niet voor ons, we doen het voor al die anderen. Maar dit is wel echt een moment, als je Twitter hebt of Facebook of zo. Dit is echt een moment om te zeggen, ja, dank lieve sponsor. @lieve sponsor voor je steun voor de Drupal Jam. Dankjewel, sponsor. Dankjewel. Dankjewel, Stichting Drupal. Voor het faciliteren. Ik blijf het zeggen, een geweldige locatie. Het is dat we besloten hebben nooit 2 keer naar dezelfde locatie te gaan. Hint, anders zouden we hier volgend jaar weer zijn. Ik vind het een geweldige locatie. Dankjewel, de fabriek. Dit is geen congres wat bezoekers heeft. Dit is een congres wat deelnemers heeft. Weet je bent actief, je moet meedoen, je mag dingen doen. Je mag volgend jaar mee organiseren, meld je bij ons aan. Maar het zijn vooral de sprekers die het echt leuk maken. Ik heb alleen maar goede sessies meegemaakt. Echt, hoe zit het bij jullie? Waren er goede sessies? Bruce session was great. Stephen Hayes session was great. Ik heb heel veel leuke sessies gezien. Ik ben echt blij dat het zo goed is. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor onze dank. Puntje van de orde. We organiseren heel veel congressen. Daar staan nog een paar banners uit de oude doos. Die mogen niet meer terug in de oude doos. Dus iemand moet ze meenemen. Jeffrey McQuire, where are you? Jeffrey McQuire, his nickname is Jam, so he has to get the Drupal Jam stand-up. Dat is gewoon verplicht. Alsjeblieft, neem ze mee. We komen er niet meer mee thuis. Als je het leuk vindt om een guru bar mee te nemen, neem het mee. Als allerlaatste, ik dank jullie vanavond veel harten, want het gaat echt om jullie. En ik vind het heel leuk dat jullie in zo'n groot getallen zijn. Tot op dit moment. We gaan straks nog naar de bar en er is nog 1 iemand die iets wil zeggen. Oh ja, Drupal Royale. Dat was eigenlijk de slogan vanwege de datum van het Koningsdag, wat nog, of Koninginnedag, wat nog in ons geheugen zit.
Maar er is nog één iemand die iets wil zeggen en dat is Barres. En die wil nog mensen bedanken, denk ik. Dank jullie wel. Ik zeg, loop niet te ver weg, Bert, want je mag zo naar voren komen. Ja, Bert heeft al even toegelicht hoe ontzettend veel werk er is gestopt dit jaar in het organiseren van de Drupal Jam. Fantastisch. Ik ben enorm trots op wat er vandaag is neergezet. Voor het eerst in tijden zat ik zelf niet in de organisatie en dat is ook wel eens fijn. Ik had ook geen sessie, dus ik kon nu gewoon naar binnen wandelen en eens op het programmaboekje kijken vanmorgen. Van, nou, wat zal ik eens vandaag eens gaan doen? Het ging vlekkeloos. Wat mij betreft, inderdaad, feedback is zeer welkom. Maar dit is het team wat vandaag mogelijk heeft gemaakt. Nogmaals een heel hard applaus. Ik wil vragen of ze even naar voren komen. Nou, mocht Roy nog in de buurt komen, dan is hij van harte welkom om ons te joinen. En anders krijgt hij zijn kleine geitje straks. Om nog een beetje in thema te blijven, de link met Koning in de Dag was er een beetje. En ik heb begrepen dat cookies weer mogen in mate. Dus voor jullie een mooie doos stroopwafels. Ik geef er even eentje aan Imre. Dankjewel. Wil jij deze doorgeven? Dan ga ik door met mijn verhaal. Hey, enorm bedankt. Volgend jaar weer, hoop ik. Alle drank straks bij de bar is on us. Ik ga ervan uit dat deze mensen niet meer naar de bar hoeven te lopen en dat jullie ze de hele avond drankjes brengen. Doe dat vooral. Mocht je zin hebben om volgend jaar te helpen met de organisatie, spreek Imre straks even aan. En ik geloof dat er zeker wel plek is om dat te doen. Oh, kan ik... Dit is Bruce's laptop. Volgende slide. Kan ik dat doen? Is het die? Oh, er zijn twee klikkers. Oké, okay. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer een Drupal Jam organiseren. Dus wil je helpen, doe dat. Graag, alle hulp is welkom. Afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe events georganiseerd. Bert heeft ze net al even kort aangestipt. Training Day, Drupal Training Day. Wat ons betreft een groot succes. Het was een bijzonder evenement. We wilden een gratis training organiseren voor Nederlandse studenten. MBO, HBO. En iedereen die het ook leuk zou vinden om iets over Drupal te leren was welkom. We richten op zo'n 50, we zouden blij zijn met 100. Nou, uiteindelijk hadden we een event voor 250 studenten, 40 vrijwilligers die de hele dag gratis training hebben gegeven. En dat gaan we dit jaar weer doen en dat zal nog een beetje groter worden. Waarschijnlijk november, we richten nu op 20 november, dan is de Global Drupal Training Day. Dus het zal wel leuk zijn als we dan weer zo'n event kunnen organiseren. Wij zijn van mening, dit was wat we hebben kunnen vinden, het grootste gratis Drupal event, of het grootste Drupal event, de grootste Drupal training ooit ter wereld. Dus dat willen we dit jaar weer doen. Nog een event dat we afgelopen jaar voor het eerst deden was de Splash Awards. 40 cases ingediend, of iets meer dan 40 zelfs. Verdeeld over 10 categorieën waar de websites werden uitgeroepen die het best of het mooist of het best in elkaar zaten qua architectuur. Of een internationale jury, mensen als Holly Ross, directeur van de Drupal Association, Robert Douglas. Onze Jam heeft het gepresenteerd. Heel leuk event. Redelijk chic, posh, in nette kleren. Gaan we vorig jaar weer doen en ook dat wordt weer groter. Erg leuk. Ik wil de partners bedanken. Ook is wat we vorig jaar hebben geïntroduceerd als partnerprogramma. Momenteel staat de teller uit mijn hoofd op 113 individuele partners. 31 organisatiepartners. En die dragen allemaal een steentje bij om het mogelijk maken van dit soort events door een klein bedrag te betalen. Dus die ben ik enorm dankbaar en ook daarvoor even een klein applaus. En natuurlijk worden jullie binnenkort weer benaderd voor het verlengen van je bijdrage. Ons termijn loopt af, we zoeken weer nieuwe bestuursleden. We zijn al een tijdje aan het zoeken, de vacatures staan al een tijdje online. En via Twitter hebben we wel wat lawaai gemaakt, maar niet iedereen zit natuurlijk op Twitter. Dus mocht je het leuk vinden om ons te komen helpen in het nieuwe bestuur, meld je aan via onze website stichtingdrupal.nl. Het kost je zo'n 8 uur per maand ongeveer. We hebben 1 keer per maand een overleg en je zult daarna nog wat dingetjes moeten ondernemen. Dus doe dat, de deadline sluit wel morgen. Dus als je wilt, heb je tot morgen.
Dit was het voor vandaag. De bar is geopend, Bert. Dus proost op een mooie dag. APPLAUS